gedaan. Eigenlijk verdien je niet beter dan dat je hier ligt. Het is allemaal uw eigen schuld, goed geweten. Maar Simon, ja, die weet het natuurlijk niet. Die weet het niet. Oh. Yvette, zijn je wakker? Papa. Yvette. Oh, papa. Ik ben hier zo graag bij u. Maar ik ben uw papa niet. Ik ben de Frank van Simon. Oh, het is hier zo schoon. Moet ik nu al weg? Nee, godverdomme, nu is ze nog zottend worden ook. Je hebt gedroomd. Je moet wakker worden. Hoe dromen? Heb ik dan geslapen? Amai, het zal nog niet. Maar ik ben kwijt niet hoe blij dat je wakker bent. Moet ik je eens maar rechter zetten? Dan zie je wat je zei. Ja? Ja? Allee. Zo? Allee. Moet je eens niet drinken? Ja. Wacht. Deze. Dat zal waarschijnlijk nog niet mogen, maar... Mok je lippen een beetje, dat is toch al iets. Maar dat is water, een sherry heb ik niet. Oh. Toch goed zeker? Oh. Allee. Nog? Waar ben ik? In de kliniek. Ah, en hoe ben ik? Weet je dan niet meer dat je hier zit gerokt? Dan moet je dat allemaal niet aantrekken. Dat komt allemaal in orde. Dat komt allemaal in de chakos. Al een chance. Als Simon dat hoort, die gaat een gat in de lucht springen van contentement. Wacht, ik zal ze eens gaan halen. Hey. Hey, kom binnen. Kom eens goeiedag zeggen. Ik stoor toch niet? Nee, absoluut niet. Wat is het gaat de prijs? Ze zouden het wel kunnen zeggen. En ik ga op reis niet naar buiten, maar naar binnen. Hoe kan die volgen, ze? Kun je niet volgen. Wernerke, ik maak een reis naar het innerlijke van mezelf. Dat heb je zeker van die Marlies Bloemendaal? Ja, dat heb ik van Marlies. Hmm. En ik weet wel wat je denkt. Maar ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld als nu. En voor die reis naar het innerlijke van jezelf, daarvoor moet je koffers pakken. Jij weet niet wat voorrecht dat ik gekregen heb. Ik ben eens curieus. Ja, ik kan het zelf ook nog niet echt geloven, maar... ik mag bij Marlies gaan wonen. Hoe is het wakker? Ik zeg het toch? Meike, mijn lieve schat, maar jij bent wakker geworden. Oh, ik ben zo content. Ik had zo'n schrik, Je ziet het, hè. Onkruid vergaan niet, hè. Zo rap zijn er van mij nog niet vanaf, hè. Is ze? Ik heb het meegebracht. Allee. Ja. Ja, het zijn schoon, hè. Natuurlijk. Voor die prijs. Het waren de schoonste van de winkel, is ze? Ja, maar je kan er niet aan doen, hè. Maar ik vind dat ze... Ja, ze rekenen niet goed. Hoe ze rekenen niet goed? Waar rekenen ze niet goed, Simon? Oh, nee, het is vriendelijk van u, maar... ik kan niet tegen die geur. Allee, ik word er precies draaierig van. Oh. Bo, Frankje, dat smaak hoort niet de bloemen weg te stinken. Allee. Oh, ze stinken. Ja. Oh, excuseer, meneer Bommans. Ja. En mevrouw, al ontwaakt uit uw schoonheidsslaapje, zie ik? Ja, dokter, alhoewel. Schoonheidsslaapje, op mijn leeftijd, dat helpt niet veel niet meer. Tut. Elke leeftijd heeft zijn eigen charmes. Kom, we gaan eens kijken hoe het met u is, hè? Ja. Zeg het waar, hoor. Ik voel mij precies als herboren. Precies of ik nu terug opnieuw geboren word. Alleen, ik ga eindelijk in die gemeenschap opgenomen worden. Volledig. Het is precies of ik ga thuiskomen, hè. Dat is een fantastisch gevoel, hoor. Ja, dat kan wel zijn, Veronique, maar ik vind dat jij een goed idee. Ja, wel, ik wist dat jij dat ging zeggen. Ja, toen dat jij door die deur kwam, hè, dan voelde ik al die negatieve energie. Mm-hmm. En het is precies of jij gunt mij mijn geluk niet. Het zal zijn, ik wil niks anders. Ja, wel, zij dan eens blij voor mij. Maar Veronique, je zet die nog maar pas. Je hebt pas nieuwe meubelen gekocht.
En u gaat alles wegdoen. En wat ga je doen met dat huurcontract? Doe jij precies of ik ben uw klein zusje terug? Zal ik mijn plan wel trekken? Ja, het is toch waar wat ik zeg? Wat ga je doen? Ik ga gewoon een advertentie in de krant zetten. En dan verhuur ik het appartement door met de meubels erin. En dokter, wat denkt u? Wel, dat ziet er allemaal redelijk goed uit. Ja, maar ik voel me nog niet zo goed. Moet ze nog lang in de kliniek blijven? Ik denk niet dat het nodig is. Maar u zal wel nog een tijdje moeten recupereren, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Hoe bedoelt u? Wel, uw moeder moet in alle kalmte kunnen herstellen op een rustige plaats, zonder lawaai en andere spanningen aan haar hoofd. En met voldoende volk in de buurt voor als dat nog eens zou kunnen gebeuren. Bon, er wachten nog patiënten op mij. Ik kom straks nog wel eens langs om te kijken hoe geëvolueerd. Ja, merci. Merci, dokter. Dat je mijn leven hebt gered. Frank, je hebt het dus gehoord, hè? Ja. Geen spanningen, geen stress of nikske. En heel veel rust. Simon, ik heb het gehoord, Ik ben niet doof. Dus dat wil zeggen dat ons maken bij ons komt wonen. En durf daar nu één scheve opmerking over te maken. Dat mag je niet. Ik wou het zelf voorstellen. Ik ben toch geen slechte mens? Suske, ben ik niet een slechte mens? Ze is welkom, uw moeder. Zolang dat ze moet genezen, is ze welkom. Voilà. Je moet niet altijd zeggen dat ik vind dat jij mijn klein zusje bent. Maar geef toe dat je toch vaak bevliegingen hebt, hè? En dat je niet redelijk bent. Lap is weer van me. En denk maar niet dat je genezen bent, Veronique, want dat is die Marlies Bloemendaal die je dat wijs maakt. Sorry, stoor ik? Deur stond open. Oh ja, maar kom maar binnen, Luc. Ben er. Veronique, ik heb van de mannen gehoord hoe dat jij de laatste dagen de situatie op de bureau hebt opgevangen. En ik moet zeggen, chapeau. Merci. Ja. Ze zijn echt verschoten van uw inzicht, uw doorzicht. Van de manier hoe dat jij uw gezag hebt kunnen laten gelden. En daarmee dacht ik, dat verdient een bloemetje. Allee. Voilà. En voor mijn part, mij nog een kleinigheid erbij. Allee. Merci, hè. Dat had echt niet moeten doen, zo, hè. Dat is heel tof. Hoe is het met Leontien? Al een beetje beter? Amai. Heb je precies een serieus feestje gebouwd? En ik was niet uitgenodigd. Men, ik zou liever hebben dat je nu weggaat. Geen paniek, Isabel. Ik ben alleen maar op zoek naar de Luc. Je is nergens te vinden. Niet op een bureau, niet bij hem thuis en ik kan hem niet bereiken op zijn gsm. Weet jij waar hij is? In de kliniek zeker, hè? Ja, dat stom kiekje van de Leontien. Waarom ligt hij in de kliniek? Ze is met haar auto ergens tegengereden of zo. Oei, en is het erg? Ben, wat kan mij dat eigenlijk schelen of dat erg is of niet? Wat erg is, hè, is dat ik Luc voorgoed kwijt ben. Oh, zeg. Jij gaat jezelf toch niet vergelijken met die lellebel van Leontien? Jij het klasse. Jij bent onweerstaanbaar. Elke vent met ogen in zijn kop is zo het verschil. Bedankt voor het compliment, Ben, maar het heeft dan toch niet mogen helpen. Hè? Ach, kom zeg. Met Leontien in de kliniek kunnen we toch elke avond van bil gaan, of niet soms? Er is iets wat jij nog niet weet. Leontien heeft iets dat ik niet heb. En dat is juist wat Luc wil. Kent hij beter drukken dan jij? Ze heeft een kind, Ben. Ze verwacht een kind van hem. Leontien is zwanger en dat is het enige wat nog telt voor Luc op dit moment. Simon, wacht nu eens even. Zijn jij nu nog altijd kwaad? We maken het toch beter? De wijk heeft gezegd dat ze bij ons mag komen wonen. En die weet daarom niks meer van al die trammeland. Oh, nee. Zij misschien niet, maar ik wel, Frank, voor de rest van mijn leven. Ja, en wat ga je dan doen? Ga je er weer een heel cinema rondmaken, een heel hoop ambrassen, een heel hoop discussie? Nee, nu niet, nee, niet direct, nee, maar als ze beter is, ja. Ja, wel, dan is het ook niet meer nodig. Frank, dat zullen we dan nog wel zien. En ondertussen zou ik u aanraden om heel goed en heel lang uw uiterste best te doen voor ons maken. Heb je dat goed verstaan, Frank Bomans? Ja. En nu ga ik naar huis kleren gaan halen voor ons maken. Oeh, en wat moet ik dan doen zo lang? Ah, je weet toch dat ze niet graag alleen is?
Simon, je wil toch niet zeggen dat je dat moet gaan bijzitten? Oh, je hebt toch beloofd om goed voor haar te zorgen? En wel, begint er maar aan. Oh, nee. Enfin, dat vertellen de dokters. Nog een beetje afwachten dan. Ja, zal wel moeten. Langs de andere kant, elk uur is gewoon een uur. En de kans dat een baby blijft leven, wordt dan groter. Hè. En ze doen nu nog wat bijkomende testen, vandaar dat ik even bij u kwam. Zeg, Luc. Misschien kunnen wij vandaag, hè, al onze positieve energie naar uw kindje sturen. Bedankt. Het zal waarschijnlijk wel niet helpen, maar toch bedankt. Ik ga je dat nog wel eens uitleggen. Maar ik moet nu wel weg, hoor. Geen tijd meer. Papa, het werk zeker? Ja, Veronique, moet dat nu echt? Jij sluit af? Ja, ik sluit af, ja. Sorry, Wender, maar waar gaan ze naartoe? Ze gaan verhuizen. Hoe verhuizen? Ze woont hier nog maar pas. Ze zit toch bij een secte? Ze heeft een zekere Marlies Bloemendaal leren kennen en die heeft daar helemaal zot gemaakt. God ja, Leontien heeft mij er iets van verteld. Ik probeer dat uit haar hoofd te praten, maar dat heeft geen zin. Maar langs de andere kant? Ja, ik weet dat ik het niet graag zou horen, maar ze heeft er precies toch deugd van? Ze straalt gewoon de laatste tijd en zoals dat ze de situatie op het bureau heeft opgevangen, chapeau. Nee, eigenlijk. Ze is niet echt veranderd. Nee. En toch, ze komt toch sterk over en optimistisch. Zo komt ze over als een sterke vrouw, maar dat is alleen maar schijn. Dat valt me lelijk tegen van ons Luxke. Wat, Ben? Dat zit al volop in zijn midlife. Dat heeft geen kinderen, dus moeten er nog snel een paar kinderen gemaakt worden om voor de opvolging van meneer te zorgen. Kan misschien belachelijk klinken, maar door dat rotkind ben ik Luc wel voor goed kwijt. Je kunt hem misschien vragen om bij je ook een kind te maken nu dat hem in vorm is. Maar maakt het hem uit van wie het is? Ben, ik kan geen kinderen krijgen. Oh. Sorry, dat wist ik niet. Het is nog een cadeauke van mijn broer Pierre. Hij heeft mij toen een aantal keren... Enfin, ja, dat doet het allemaal niet toe. Het punt is dat ik er geen kan krijgen en dat ik de Luc nu voorgoed kwijt ben. Wel, ik zie in u dat niet bepaald een moederlijk type, hè? Tot nu toe heb ik dat eigenlijk ook allemaal niet erg gevonden, maar nu wel. Ja, maar waar zit je dan mee? Jij kunt toch krijgen wie dat je wilt? En zelfs veel knapper en jonger dan de Luc. En met minstens evenveel poen. Jij snapt het dus echt niet, Ben. Dat is dus echt niet belangrijk voor mij, hè? Nu mocht Luc nog geen rotte frang hebben, dan nog wou ik hem. Dat is gewoon dezelfde als ik. Die voelt hetzelfde, we denken hetzelfde. Die is gewoon zoals ik. Trouwens, Ben, ik vind het eigenlijk heel erg dat jij nooit zo'n liefde gekend hebt, hè? Hallo, zeg. Zo'n stomme praat heb ik nog nooit uit uw mond gehoord. Maar ja, wie ben ik om daar iets van te zeggen? Isabel, ik zou hem maar niet te veel zorgen maken. Hè? Binnen een paar maanden is hem dat gebleid en die vuil pampers zo bui als koud pap. En dan zal hem zelf wel inzien dat er nog iets anders in het leven is, zoals jij bijvoorbeeld. Ja, denkt ze? Ja. En als hem dat moest vergeten zijn, dan zal ik hem eraan herinneren. Zou jij iets willen doen voor mij, Ben? Ja. Als jij Luc zie, hè? Zou jij dan alles willen komen vertellen aan mij? Schoon, als jij dat zo belangrijk vindt. Ik versta trouwens niet waarom dat jij je zo vastklampt aan die vent. Enfin, over smaken valt niet te discussiëren. In ieder geval, ik zou het allemaal maar niet te somber inzien. Trouwens, je bent veel schoner als je lacht. Hé. Hey. Ah, is ze. Zij dat er weer? Ja. Oh. Simonneke heeft zeker gezegd dat je een beetje bij mij moest komen zitten. Belangrijk niet. Dat is een van de werken van barmhartigheid, de ziekenbezoeken. Ah, ja. Over die andere werken zullen we maar niet beginnen, zeker? Nee, liefst niet. Nee. Nee. Allee, van die stinkbloemen zijn ook vanaf geraakt, zie ik. Jij moest ze niet hebben.
Ik heb ze naar een verpleegster gedragen en die heeft ze dan naar een oud madameke gedragen die nooit bezoek krijgt. Oh. Als je zo voordoet, dan ga je er nog moeten opletten of ze gaan je nog heilig verklaren. Ah wel, ze zou er geen betere kunnen uitkiezen. De heilige Frank Boma's, dat klinkt toch niet slecht? Huh? Voilà. En welke mirakels zouden we dan hebben moeten gedaan hebben om die heilige verklaring te verdienen? Je schoonmoeder laten creperen misschien? Oh, wat zit jij nu toch over? Allee, je weet het toch nog? Ja. Frans van Bomas, ja, ik weet het nog. Alles weet ik nog. Maar je moet toch toegeven dat jij... Hoe dat je mij uit je huis hebt willen verjagen, hè? Mij, een arme, eenzame vrouw. Je werkt in ons moeper, zijn we niet vetten ermee gedaan. Ja, en hoe dat je me dan van de notaris te voet naar huis hebt laten pikkelen. Eila, meer dan 10 kilometer. Dat was omdat jij op mijn zenuwen bewerkte. En daarbij, jij zou juist hetzelfde gedaan hebben. Ja, en hoe dat je me dan in je huiskamer hebt laten liggen. Met een hartinfarct. Terwijl dat jij aan het puntelieren waart. Ik kon het toch niet weten dat jij comedie aan het spelen wordt of niet? Je hebt me al zoveel blazen wijs gemaakt. Ah, en daarom moest ik dood van u? Maar dood, belangen niet. Jij moest niet dood. Dat was alleen wat plagen. Plagen is om liefde vragen, dat weet je toch? Ja, voilà. Wel, hè. Je vindt het nog plezant ook. En wel, gaan we ook een keer amuseren, hè. Je bent een leugenachtig beest en ik verzeker u, hè, dat ik u alles ga betaald zetten. Zwijg, zeg ik. Ik wil u niet meer horen. En maak dat gewicht, zei ik, wil u niet meer zien ook. Trap het af. Zeven. Trap het af, zeg ik, of ik roep de verpleegster, hè, dat ze u hier moet komen buiten gooien. Amai, amai. Als dat allemaal waar is. Ja, en waarom zou dat niet waar zijn? Kom maar, Werner, jij weet dat even goed als ik dat er op die lijsten, dat er daar ook groeperingen op staan of zogezegde secten die helemaal niet gevaarlijk zijn. Het is maar hoe dat ik het bekijk dan, ja. Hoe moet ik het dan bekijken? Mijn labiele zus zit in een secte die als gevaarlijk geregistreerd staat. En ik zou me geen zorgen moeten maken. Nee, natuurlijk moet je zorgen maken. Werner, in uw geval zou ik dat ook doen. Maar langs de andere kant, ik zie uw zuster toch maar goed bezig. De laatste tijd lijkt dat ze haar een plan trekt op de bureau. Hoe dat omgaat met personeel. Dat is toch geen labiele persoonlijkheid die op de rand staat van een depressie. Ja, dat is goed mogelijk, hè, maar ik zie dat toch anders. Weet je wat het is? Hè? Het is een speciaal geval, jong. Dat zult jij beter weten dan ik. En misschien kan ze alleen maar gelukkig worden op een speciale manier. En misschien is dat voor haar in een secte. Ja, dat kan ze eigenlijk, maar ik ben er niet gerust in. Oei, 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 is dat zo laat. Zeg, ik moet me excuseren, Wender, maar ik moet... Ik wacht eens even, want... hoe moet dat nu verder met het appartement hier? Ja, ga je... Luister, ja, ik zou eigenlijk de huur willen overnemen. Ah. Ja, voor mij blijft dat hetzelfde. Als ze maar gewoon elke maand betaald wordt, is dat oké. Ja, als Veronique dan beslist om eruit te stappen, dan heeft ze tenminste een plek van zichzelf om op terug te vallen. Ik vind dat wel belangrijk. Oké, je bekijkt het maar. Ja, sorry dat ik je opbeeld heb. Mag ik u iets persoonlijk vertellen? Ja, tuurlijk. Het is heel eigenaardig, maar sinds dat Leontien zwanger is, hè, weet je dat ik met die baby nu al een ongelooflijke band heb? Sorry, ik heb dat gehoord van u en van Rie. Nee, dat is niks, jong. Trek u niet aan. Heb je er nog iets van gehoord? Oh ja, ze zijn goed aangekomen. Ja. Ja. Maar ik wil eerst dat geval met Veronique oplossen. Ja. Oké. Best. Ja. En nog een beetje voor u. Voilà. Ja. De zinnen. Maar ik denk dat hij zijn lesje geleerd heeft met zijn alternatieve samenlevingsvormen. Zeg maar, Eva. We hebben hem toch goed aangepakt, hè? Of niet? Maar ja, echt. Maar denk jij dat alle mannen zo zijn, zoals Senna? Nee, maar ik bedoel zo diep van binnen, dat er eigenlijk geen ene is die je kunt vertrouwen. Ik weet niet, het zou best kunnen. Ja. Maar weet je wat, dat ga ik me nu eens niet aantrekken, hè? Santé. Wat is het, maar is het nu niet meer geïnteresseerd in de mannen? Maar, zeg, jawel, maar...
Voor het moment heb ik genoeg van alle mannen. Mm. Voilà. Oh god, over echte mannen gesproken. Hier is hem, de Jury. Zeg, je bent zo laat. Ja. Ik moest met mijn promotor eerst nog een klapje doen over mijn thesis. Ik heb er nog de post uitgehaald, want ik moet hier blijkbaar alles doen. De dames bouwen rustige feestjes, zie ik. Maar nee. Nee, we zijn als gewoon aan bezatten. Een afscheidsfeestje. Dat is zo'n week. De school. Ja, wat de school. Ik kan ook een glas pakken dan. Hé, hey, jij zit er al. Ja. Mieke. Nog iets gehoord van Marianne? Nee. Ze moet echt razend zijn op ons. Ja, waarom? We hebben toch niks verkeerd gedaan? Ja, in haar ogen wel natuurlijk. Ze betrapt haar dochter met haar ex-minnaar waarop ze juist terug verliefd geworden is. Het is toch niet dat ik niet duidelijk genoeg ben geweest tegen haar, hè? Van in het begin heb ik haar continu laten aanvoelen dat ik haar gevoelens voor mij niet kon en niet wou beantwoorden. Ze zal blijven hopen zijn, blijven dromen. Ja, dat kan ik niet aan doen, hè, Anne. En jij ook niet. Hey, ik heb haar nooit dingen beloofd die ze van mij niet kon krijgen. Oké, okay, maar de manier waarop dat ze het heeft moeten ontdekken. Ik heb het ook meegemaakt, Nelou. En ik kan u verzekeren, het is alsof je hart breekt. Ja. Het is allemaal een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar hoe dan ook, op een dag was ze toch achtergekomen. En was dat dan beter? Dan hadden we het nog langer uitgesteld. En dan was de teleurstelling waarschijnlijk nog groter bij haar. Dan te bedenken dat ik mij nog ingehouden heb om voor haar de weg vrij te houden. Ja, voilà, voilà. Ik heb elkaar niks te verwijten. Het zijn gewoon twee mensen die verliefd zijn geworden op elkaar. Dat is alles. Dat is niet alles, hè, Jean-Pierre, dat weet je ook. Anne. Ik zie niet in waarom wij ons voor onze liefde moeten gaan verantwoorden. Ik wel. Mama is niet zomaar een rivaal. Het is niet zoals Rosa die zo even is verliefd geweest op u. Je hebt 2 jaar tafel en bed gedeeld met mijn moeder. Dat veeg je toch zomaar niet weg? Nee, maar ik ben toch content dat die toestand een beetje gepasseerd is. Want een mens wil daar al eens rustig een thesis maken. Meneer moet rust hebben. Oh, dat we dat niet wisten. Zeg, maar serieus nu, hoe is het met hun thesis? Goed. Ik zal nog wel wat druk hebben, maar met de promotor is al heel content. Ik heb al wat printjes verzameld en zo, dus binnenkort is ze verbist licentiaat criminologie. Allee, proficiat. Allee, als je niet te veel op café gaat zitten tenminste. Maar nee, maar wij gaan hem op het rechte pad helpen. Als we tijd hebben, hè, Suske. Ah, ja. Ah. Oei, oei. Hebben we plannen? Jurike, nu dat Senne weg is, hè, hebben wij ons voorgenomen om alleen nog maar plezier te maken. Geen zever, geen relaties, alleen fun. Allee, ik hoor het al. Zal ik wat er aan vakken en studeren? En jij zet de bloemetjes van buiten. Je denkt toch niet dat ik hier alleen een beetje ga zitten koekeloeren, hè? Ah, wel. Wat is Jury? Gaat op jacht? Je mag gerust zijn. Oeh, allee, vooruit. En heeft hij iemand op toch? Zou kunnen. Zolang dat je er maar geen 2 tegelijk pakt, Jury, want je weet wat daarvan komt. Oh, miser. Zeg, ik denk trouwens dat ik weet of een soort type dat bij Jury past. Ja, wat? Zo'n stiller type. Ja, of zo. Nee, of zo'n artistiek type. Vamp, zo. Of een vamp. Mag ik even melden dat er ook nog rekeningen in huis zijn? Je gaat toch nu niet over rekeningen beginnen? Drink liever iets. Jawel, want ik bedoel, de Sinnenweg, dat is plezant genoeg, maar zijn huren dat wegvalt, dat is een pakje minder, hè. Maar wat stel je dan voor? Jawel. Wat minder fun. En wat meer werken. Ik zal u zeggen, Anne, dat die intieme band tussen Marianne en mij in al die tijd wel serieus versleten is, hoor. Er is ondertussen al heel wat water naar de zee gevloeid. Onbedoelde. Om te beginnen heeft die relatie niet zo lang geduurd. Hè? De herinneringen die aan overblijven, die zijn meestal niet zo schitterend. Het heeft ook dikwijls niet geboterd tussen jullie. Mooi, dat is nog zacht uitgedrukt. Al ons conflict en problemen. Als ik bedenk hoeveel ruzie dat we niet gemaakt hebben. Een mens zou voor minder alles willen vergeten.
Nee, nee. Wat mij betreft, is er geen enkel probleem om onze relatie verder te zetten. Ik kom nu niet zeggen jij dat ik tegen u ook niet duidelijk genoeg geweest ben. Hè? Ik ben blij dat je zo overtuigd bent. Ik heb daar lang over nagedacht. Ik ben niet naïef. Ik weet dat mijn liefde voor jou groot genoeg is om alle eventuele problemen te trotseren. En jij? Zie jij mij nu nog altijd als de ex van je moeder? Nee, ik zie je niet als de ex van mijn moeder. Hoe zie jij mij dan? Ik zie je als de man waarvan ik hou. Echt waar? Dat is fantastisch. Dat is exact ook wat hoor.